Een felle brand heeft twee panden in de as gelegd op de kruising gevormd door het Molenpad en de Zwartenhovenbrugstraat. De politie van Nieuwehaven kreeg een melding van deze brand omstreeks 10:45. Ter plaatse aangekomen stonden een woning en een supermarkt in Lichterlaaie. Volgens de brandweer was hij met man en macht bezig het vuur onder controle te krijgen. Er waren 5 bluswagens ter plaatse aanwezig. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Quatta kreeg dinsdagavond omstreeks 10:00 een melding aan de Ramlakanstraat. Uit het onderzoek blijkt dat door tot nog toe onbekende reden een vuurwerk dat in plaats van de lucht in te gaan op de grond is afgegaan. Het vuurwerk werd door de familie K op straat afgestoken en ging dit vuurwerk in de richting van enkele woningen. 3 huizen hebben brandschade opgelopen en 14 woningen in de omgeving hebben vernielingen en schade overgehouden. Een voertuig dat op straat was geparkeerd is ook beschadigd. Door dit vuurwerk is de 10-jarige AJ verwond. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.
2 doden op de Oost-Westverbinding tillen de verkeersbarometer van 2019 naar 80. De politie van Mungo kreeg dinsdagmiddag omstreeks 4:15 een melding van een fatale aanrijding op de Oost-Westverbinding. Het ging in deze om 2 NOA-bussen die frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen. Er waren samen 10 personen in beide voertuigen, van wie 2 ter plaatse het leven hebben gelaten. De overige gewonden zijn naar de Franse kant overgebracht voor medische behandeling. Met het heengaan van deze 2 slachtoffers op de laatste dag van 2019 is de verkeersbarometer gestegen naar 80. De politie van Centrum kreeg oudejaarsavond een melding van een schietincident aan de waterkant ter hoogte van de Centrale Markt. Uit een voorlopig onderzoek blijkt dat 2 slachtoffers, een man en een vrouw, elk schotverwondingen hebben opgelopen aan hun benen. De man is per eigen gelegenheid vervoerd naar de spoedeisende hulp, terwijl de vrouw per ontboden ambulance is vervoerd. Het motief achter dit schietincident wordt nog onderzocht. Een winkelier is op dinsdag 31 januari overvallen in zijn supermarkt aan de Sofiaslusweg. Volgens verklaring van de winkelier was hij alleen in de winkel toen de verdachte de winkel binnenkwam. Hij haalde plotseling een mes tevoorschijn en bedreigde de winkelier met het mes. Onder bedreiging maakte hij bijkans 2000 SED uit het kasregister en een top-up mobiele telefoon van de winkelier buit. Na de daad stapte de rover in een witgelakt voertuig en reed hij in volle vaart weg. Tijdens een wandeling in de binnenstad van Paramaribo, die gisteren opmerkelijk verlaten en stil was, viel 1 ding steeds op. Haast bij elke voetstap kom je vuil in de vorm van flessen, blikken en voedseldoosjes tegen. Tijdens het Oroyarifeest is er behoorlijk troep achtergelaten op de straten. De schoonmaak kwam geleidelijk op. De Domineestraat en Zwartenhovenbrugstraat waren grotendeels al opgeruimd tegen de tijd van het drukken van de krant. Echter waren de omgeving van de Centrale Markt, de nieuwe busterminals en het Riffelplein nog steeds gehuld in grote hoeveelheden afval. Tot in de middag van 1 januari 2020 waren er 9 vuurwerkslachtoffers genoteerd. Dit bevestigt hoofdbrandweervoorlichter Ulrich Schoots tegenover Dagblad Suriname. Op oudjaarsavond zijn 3 registraties geweest, terwijl op nieuwjaarsochtend er 4 zijn bijgeschreven. Eerder waren 2 registraties op 30 december. Het oudste slachtoffer is een man van 68 jaar en het jongste is een jongen van 7 jaar. Uit betrouwbare bron verneemt Dagblad Suriname dat bij de bevorderingen bij het Korps Politie Suriname, KPS, op 27 december medewerkers zijn voorgetrokken door het hoofd van de HRM. Een markant geval is dat van een onderinspecteur. Korpschef Roberto Prade had de bevordering van deze onderinspecteur afgewezen vanwege langdurig onwettig afwezig zijn en het verkeren van onder invloed van alcohol tijdens werkuren. Ondanks de vele rapporten heeft het hoofd HRM, Raoul Hellings, toch doorgedrukt. Dit werkt demotiverend naar de werkvloer toe. De korpschef had de naam weggehaald van de lijst, doch heeft Hellings het toch weer op de lijst geplaatst. Wie is nou korpschef? HRM of de korpschef zelf? Naar zeggen van deze officieren is de korpschef bang voor Hellings, die tevens de voorzitter van de politiebond is. Het Slaanshospitaal te Paramaribo heeft het jaar 2019 afgesloten met een indrukwekkend aantal van 3415 bevallingen. En terwijl iedereen 2020 inluidde, werden in het Slaanshospitaal nieuwjaarsbaby's geboren. Het ziekenhuis stelde om 12 uur 's middags al 6 bevallingen voor het nieuwe jaar. De eerste baby is een jongen en kwam om 1:30 ter wereld op 1 januari 2020. Voor de ouders is het een jaarwisseling om nooit te vergeten. Voor het jaar 2019 heeft Slaanshospitaal met 3415 bevallingen de grootste bijdrage geleverd aan de toename van de bevolking van Suriname. Ook het district Nikeri heeft het eerste nieuwjaarskindje al verwelkomd. Het gaat hierbij om een meisje genaamd Shahifa met de trotse ouders Anu Sampat en Sharif Jafar. Op 31 december 2019 is de Afobakastuwdam officieel in handen gekomen van de Republiek Suriname. Gisteren werd er een persconferentie belegd
bij het perscentrum van het kabinet van de president. Het was de bedoeling dat president Desi Bouterse deze persconferentie zou leiden, maar hij werd aan het begin verontschuldigd door vicepresident Ashwin Adin. VP Adin gaf aan dat het een historisch moment is dat past bij het beleid en visie van de regering Bouterse. Oefdra deelde mee dat via Oppenheimer de bond is geplaatst, terwijl er nog 3 banken interesse hadden. Er is uiteindelijk $125 miljoen geleend. De Surinaamse Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Marina Resort Waterland, stond ook dit jaar in de belangstelling van een groeiende groep bezoekers. Onder ritmische klanken van een brassband en luid gejuich namen de deelnemers een duik in de Suriname rivier. Kort daarvoor hadden ruim 30 personen de Ice Dip Challenge doorstaan door in een bak gevuld met ijs te liggen. De opbrengst van deze activiteit gaat naar een kinderentehuis uit de plaatselijke omgeving van het resort. Het was voor de 5e keer dat Noël Pauw, eigenaar van het resort, deze dag organiseerde. Enkele stagiaires uit Nederland gaven aan dat dit een leuke manier is om het jaar te beginnen.